Een 71-jarige man is vandaag levend verbrand aan de Makambietstraat, de Boerbuiten. De bejaarde man, die bedlegerig was, bevond zich in de woning die volledig afbrandde. Een hoogbouwwoning daarnaast liep flinke schade op. CB, die in de bovenwoning was ten tijde van de brand, zegt dat alles ontzettend snel gebeurde. Ik kon niet veel doen. Ik probeerde wat spullen veilig te stellen, maar ik voelde dat ik zou stikken. Dus sprong ik naar buiten. Dat vertelt het slachtoffer. CB zegt dat er pogingen zijn gedaan door de buren om de bejaarde man te redden. Echter zonder succes. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.